Eventjes over een heel bijzonder 16e eeuws monsterboekje in de collectie van Museum Boijmans en Beuningen. Een aankoop die het museum heeft gedaan eerder dit jaar met steun van de Vereniging Rembrandt. Ik sta naast Mieke. Mieke is hier registrar en die laat mij van alles zien uit het boekje. Het bestaat uit 120 houtsneden, heeft ze mij verteld. Ja. En het zijn allemaal ongelooflijk geestige fantasiewezens. De een nog vreemder dan de ander. En wat ik zo leuk vind is dat dit niet iets zwaars is. Het is geen, het is niet moraliserend bedoeld of zo. Het is, staat ook in de inleiding staat zoiets als, het is bedoeld ter verlichting van het melancholische gemoed. Dus het is gewoon doorbladeren en genieten eigenlijk.